Ik ben Anneke. Daar komt ie. 1, 2, zeg maar hoera. Ik ga even die man. Nou, welkom allemaal in het gewelfje van het Amsterdam Museum. De meeste van jullie weten wel dat wij qua naam zijn veranderd van Amsterdamse Historisch naar Amsterdam Museum. Een van de belangrijke redenen was dat we het publiek willen verbreden dat hier komt. En heel belangrijk is de jeugd. De jeugd komt hier met 25.000 per jaar in getal met groepen van scholen. Dus op zich hebben we geen gebrek aan belangstelling van kleine Amsterdammers. Maar gezinnen die hebben in het verleden het altijd moeten doen met hele leuke speurtocht en dergelijke, maar niet met een eigen afdeling. En daarvoor is een plan ontwikkeld en daarvoor is geld aangevraagd bij de Bank Giro Loterij. En dat is toegekend. En dus wat wij zo direct gaan bekijken, dat is een preview. Dat is de versie vlak voordat de afronding plaatsgrijpt en we kunnen gaan proefdraaien van Het Kleine Weeshuis. De openstelling daarvan feestelijk zal plaatsgrijpen op woensdag 14 september, maar we gaan al voor het publiek draaien op 15 augustus. Kijk, ja, kom maar binnen. Kom maar naar beneden. Ga maar staan. Dit zijn, ja, blijf maar zo. Dit zijn hier staan. Ja, maar dit zijn de kinderen. Het zijn geen weeskinderen gelukkig, maar ze hebben wel de kostuumjes aan die weeskinderen droegen. Dus in stadskleuren, rood en zwart. En onderdeel van in het weeshuis zijn is dat kinderen zich ook kunnen verkleden als weeskinderen. En nou is er voor een van jullie is er een eer weggelegd. Ik hoop dat het niet al klaar staat te worden. Maar moet namelijk één van jullie moet op een knop drukken. En daarachter hier op de computer. En dan gaat daar het scherm, nog niet doen hoor. Daarachter het scherm gaat dan de website van start. Die is echt nog helemaal niet van start geweest. Dus we zijn heel erg benieuwd of die heel goed doet. En jullie mogen ook gaan spelen zo. Wie van jullie wil die knop drukken? Dat geeft het zelf, als jij die eerste die de vinger opslaat. Nou, hoe heet jij? Oh ja, Steam. Steam, kom maar even mee. Ga je mee naar de computer? Ja, dan moet je denk ik even met de cursor. Ja, daar is die. Nou, nu gaan we naar... I would like lesson. As you can see, it's really small. The idea is that it's really for families, so we will control the people coming in. So we do not put doors wide open and just walk in, because every family will have its introduction on its own. So we thought it is anyway not big, so let's control then that you do not irritate each other. And here you can go below, and then you can look behind the painting. Here you can write with a feather, and then the name will disappear of the sister of Julia. Some books will be there. There are really lanterns which were in the past, like this idea. You can see here, so everything must be that strong that it's really working. So not like in the museum you only look, so you can go into it. You can now put some.